Leraren, schoolleiders, ondersteunend personeel, ze zijn ongerust en ze zijn ook boos. Ze zijn ongerust omdat het lerarentekort enorm is, omdat dat ook nog wel even blijft toenemen. En omdat ze ook zien dat dit gevolgen heeft voor juist die leerlingen die wat extra ondersteuning nodig hebben. Bijvoorbeeld leerlingen in het speciaal onderwijs of leerlingen op het VMBO. Maar ze zijn ook boos omdat het tekort al jaren geleden is voorspeld. En eerdere kabinetten er bewust voor kozen om al die rapporten eigenlijk in een zo diep mogelijke la te verstoppen. Negeren is immers de meest makkelijke manier om niet te hoeven investeren. Totdat de tekorten zo groot werden dat ze niet meer te negeren zijn. En op dat moment zitten we nu al een paar jaar. En voorzitter, gisteren spraken we met leerlingen Marta en Lina. En Marta vertelde dat ze in 5 jaar maar liefst 9 leraren Nederlands had gehad. En van de 4 stagiaires die ze in de klas hadden gehad, zijn er 3 voortijdig gestopt. En Lina had het afgelopen jaar 10 uur wiskunde gehad. En ondertussen merken we dat politici en beleidsmakers maar blijven klagen dat het reken- en taalniveau van jongeren zo belabberd is. Ja, dat heeft dus een reden. Voorzitter, GroenLinks ziet ook wel dat er mooie dingen gebeuren. Er wordt meer geïnvesteerd in onderwijs. De werkdrukmiddelen worden goed geïnvesteerd. Het salaris in het primair onderwijs gaat wat omhoog en de instroom in de lerarenopleidingen neemt toe. Maar het is niet genoeg en dat is niet iets wat ik hier verzin. Dat laten gewoon de keiharde cijfers zien. En voorzitter, het is natuurlijk altijd makkelijk roepen dat iets niet deugt. Maar u weet ook dat we de afgelopen jaren juist op dit dossier volop hebben nagedacht over hoe het wel kan. Met verschillende collega's hier hebben we al vaker suggesties gedaan voor het aantrekken en het behouden van meer mensen. Zoals bevorderen van zij-instroom, inzetten op de 83.000 mensen in Nederland die wel een onderwijsbevoegdheid hebben, maar niet voor de klas staan. En gisteren boden AOB, Ouders en Onderwijs en het LAX een petitie aan. Nou, daar zal ik verder niet op ingaan, want dat hebben collega's van de Hul en Quint ook al gedaan. Maar het gaat er natuurlijk ook wel over dat we een motie hebben ingediend, een voorstel hebben gedaan. Dat is hier aangenomen in de Kamer en dat is vervolgens niet uitgevoerd. En ik wil de beide ministers wel vragen waarom het vaak zo lang duurt voordat voorstellen van ons worden uitgevoerd. Of waarom sommige voorstellen ook niet worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld de motie van mevrouw Van Heul en mij die oproept om met werkgevers en gemeenten afspraken te maken over een terugkeergarantie voor leraren. Of voorstellen die ik met de heer Van Menen deed over regionale samenwerking. En voorkomen dat leerkrachten voor de zomer worden ontslagen en na de zomer weer worden aangenomen. Die moeten gewoon in dat onderwijs blijven werken. Nou, met de heer Quint heb ik ook een aantal voorstellen gedaan. Bijvoorbeeld, geef nou eens aan hoeveel geld er echt gaat naar de mensen die voor de klas staan en de mensen die in management of bestuur zitten. Nou, we hebben een aantal keer voorstellen gedaan over de uitzendbureaus, om die in het onderwijs te weren. Ik heb een voorstel gedaan om eens goed te kijken naar die verschillende spoedcursussen die worden aangeboden. Dat is allemaal van de afgelopen jaren. En we zien dat we daar soms, dat we in de terugkoppeling dan horen, we zijn nog bezig met gesprekken of we zijn nog bezig met onderzoek. Maar dit soort, het lerarentekort heeft haast. Dus dit soort moties van ons, die vragen ook om snelheid. En daarvoor zouden we niet een paar jaar moeten wachten, voorzitter.